We melken ongeveer 135 koeien en 70 stuks jongvee hebben we. We bewerken ruim 60 hectare land. We hebben 60% blijvend grasland. Dat proberen we niet te scheuren. Dat doen we door begrazing, proberen we dat in stand te houden. En de overige 40% is 20% snijmais en 20% grasklaver. Ja, we merken hier door de bewijding dat we een dichtere graszode krijgen. Die ook langdurig mee kan gaan. Dus dat we ook niet iedere 5 jaar hoeven te scheuren. Zolang dat die grasmat maar gras kan blijven, bouwt die organische stof op. En dit organische stof is hier rond de 4% op deze percelen. En ja, dat proberen we naar 5% te krijgen. Ja, waardoor we dus meer watervasthoudend vermogen hebben en ook meer voedingsstoffen voor het gras kunnen vasthouden. ...20% van ons areaal is grasklaver en 20% is snijmais. En dit brengen we in rotatie. Dus we doen op 20% van ons areaal 3 jaar grasklaver telen en vervolgens 3 jaar mais. Dit geeft als voordeel dat we het organisch stof op peil kunnen houden en voldoende mais en grasklaveropbrengst kunnen hebben van het land. Hier zie je het gewas. En dit is vorig jaar met grasklaver ingezaaid. Veel klavers, waardoor we veel stikstofbinding hebben. Hier is 50 kilo zuivere stikstof gestrooid in het voorjaar om het op gang te brengen. En verder is hier totaal 60 kuub dierlijke mest opgebracht. Dat is de totale bemesting voor heel het jaar. En we hebben hier 5 keer een mooie snee gras afgehaald met mooi eiwit door de klavers. Dit is grasrode witte klaver gezaaid. De rode klaver die heeft een penwortel die dus diep kan wortelen. Dus ook diep het vocht kan halen. Waardoor dit in deze droge zomer heel productief is. En voor het voordeel van het maïsland is dat we dat dus 3 jaar na de klaver kunnen telen. Dat we ook nog de voedingsstoffen vanuit de plantresten van de klaver kunnen benutten voor de snijmais. Daardoor de maïs ook goed blijft ontwikkelen. Ja, hier word ik wel blij van. Een gewas waar helemaal nog fris groen is, zonder schimmels. Ja, doordat je het blijvend grasland houdt, kan je daar echt je organische stoffen opkrikken. En de overige breng je in wisselbouw. Dat zowel het organisch stof kan je dan stabiel houden voor het maïsland. En zo kan je ook je productie van zowel snijmais, grasklaver als gras op een mooi niveau brengen.